ben Jacob Grote, trainer van Dalfsen 1. We zijn terecht genomineerd, denk ik. Afgelopen seizoen terecht kampioen geworden. Met een doelgemiddelde van bijna 100 goals. Waarom vind ik dat wij genomineerd of moeten zijn, of misschien wel moeten winnen? Het is lang geleden dat wij kampioen zijn geworden in de vierde klasse. Wij zijn gewoon een echte groep. En als groep zijn wij. Ik denk dat de reden is dat we zo ver zijn gekomen. Veel spelers, maar vooral heel veel kwaliteit. En dat zie je dit seizoen ook weer terug. Net gespeeld, 9 wedstrijden, alles gewonnen, een beker verder. Nou, dat zijn voor hem ingestapt. En daar hopen we nog heel lang mee door te gaan. Of niet? Ja, dat dacht ik wel. Ja, zeker. We hebben een heel gemêleerd gezelschap. Jong, oud. Ik wil zeggen lelijk knap. Maar dat hou je toch. En vorig jaar hebben we gewoon met z'n allen de kaart aan gewerkt. En iedereen had volle focus op het kampioenschap. We hadden één duidelijk doel voor ogen. En ik denk dat we dat met glans hebben behaald. En dit seizoen een goed vervolg aan het geven zijn met de volle buit uit 9 wedstrijden in de competitie. Ja. En vooral het mooie is, vorig seizoen kampioen geworden. De hele club zit daarmee in de lift. Vorig jaar 75 jaar bestaan hebben we gehad. Dus dat viel mooi samen met ons kampioenschap. Wat misschien wel het hoogtepunt. Ook het seizoen nog af mogen sluiten tegen Pek Zwolle. Ook een mooi hoogtepunt, ook als team zijnde dat met z'n allen te mogen doen. Dat was echt wel prachtig. Goedenavond, mijn naam is Monique Thijsterman. Op dit moment ben ik trainercoach bij Morrelhof Jansen Tophandbal Dalfsen. Vanavond hebben we de wedstrijd gespeeld tegen Handbal Venlo, waarin we hebben gewonnen met 8 doelpunten verschil. Het team bestaat uit 20 speelsters, waarvan er 16 elke week kunnen spelen. De jongste speelster is op dit moment 16 jaar en de oudste 25. Tophandbal Dalfsen kenmerkt zich door het aantal trainingsuren dat we per week maken. Dat zijn er ongeveer 14. En daarnaast spelen we elk weekend een wedstrijd op topniveau. Afgelopen seizoen hebben de meiden gespeeld om het landskampioenschap. Daarin zijn ze jammer genoeg net tweede geworden, maar ik denk een fantastisch resultaat. En in september, augustus van dit jaar, hebben we de Supercup gewonnen. Voor het eerst onder mijn leiding, dus dat was mooi toen we meteen een prijs pakten. Als we kijken naar het team, dan proberen we veel wijzigingen door te voeren. We proberen aanvallend wat sneller te gaan handballen. Verdedigend in de offensieve dekking wat meer eruit te halen. Heeft nog stapjes nodig, maar uiteindelijk gaat het straks weer om de prijs aan het einde van het seizoen. En dan staan we er. Voor en na de wedstrijd zijn we met een groot aantal vrijwilligers bezig om de zaal in orde te maken. Om de dames zo goed mogelijk te kunnen laten presteren. Hallo, ik ben Elwin Hulsink en ik kom uit Lemelenveld en ik ben lid van de Stokvis Dennen. Ik ben hier omdat ik dit jaar gewestelijk kampioen ben geworden bij het marathonschaatsen. Daarnaast heb ik 2 mooie podiumplekken behaald tijdens de marathoncup bij de beloftes. En 2 mooie top 20 klasseringen op natuurreis in Zweden en in Oostenrijk bij de A-rijders. Nou, dit droogtrainen doen we dus 1 keer in de week hier bij de ijsclub in Dalfsen. Daarnaast probeer ik minimaal 2 keer in de week op het ijs te trainen in Enschede en in Deventer. Daarnaast rijden we in de winter elke zaterdag een competitiewedstrijd door het hele land. En probeer ik met het oog op de lange natuurreiswedstrijd toch 1 keer in de week een rit te maken van minimaal 3 uur op de fiets. Ik ben Joop Binnenmars en ik heb samen met 2 andere jongens het Nederlands kampioenschap scholen ploeg 18 gewonnen. Dat is een soort van wedstrijd waar scholen schaatsers bij elkaar zetten om tegen andere scholen te strijden in een vorm van ploegachtervolging. Eerst hebben wij de regionale wedstrijd gewonnen. En daarna zijn we naar het NK gegaan in Tialf en zijn we de beste van Nederland geworden. Ik ben Jenny Kailaar. Ik ben Renske Jutte. Ik ben Nienke Fokkert. Ik ben Gwendolyn Krieger. Ik ben Vegel Krieger. Ik ben Jordi Jansen. Ik ben Louise van Nes.
En samen zijn wij zestal HPCS'en. Wij zijn dit jaar opnieuw overheidskampioen en Nederlands kampioen geworden met het zestal HTC Hessen in de klasse L. We zijn dit jaar voor de derde keer kampioen van heel Nederland. En dat is wel heel erg bijzonder, omdat we het elk jaar met een ander nieuw team doen. Hallo, ik ben Amber Geul. Dit is mijn pony Spartacus. Ik ben op het huiskampioenschappen reservekampioen geworden. Toen mocht ik door naar Nederlandse kampioenschappen en daar was ik Nederlandse kampioen. Amber heeft deze pony nu 2 jaar. Eerst in het begin was het een vreselijke moeilijke pony. Ze heeft zelf concours klaargemaakt. Ze heeft heel veel met vallen en opstaan heeft ze bereikt. Iedereen zegt tegen haar, we verkopen hem, we halen een nieuwere pony, een makkelijkere pony. Ze is bont en blauw geweest, ze heeft in het ziekenhuis geweest, ze heeft van alles gedaan om hem zo ver te krijgen. En door haar eigen doorzettingsvermogen heeft ze dit resultaat mogen behalen. Volgend jaar wil ik nog graag een klas hoger, dus de zet in met deze lieve pony Spartacus. Hallo, ik ben Daphne van den Berg en dit is mijn pony Jackpot. Kampioen geworden in de categorie LD Springer. En ik rijd al bijna 3 jaar op hem, bijna 4. En hij is nu bijna 8. Mijn buurvrouw die heeft hem gewonnen op een loterij. En ze vroeg, toen hij 4 was, vroeg ze of ik op hem wou rijden. Toen was ik nog 7. En dat wou ik natuurlijk wel. En ja, dat leek me wel heel leuk. En nu rijd ik nog steeds op hem natuurlijk. En het gaat de laatste tijd best wel goed. Daphne die was 7 toen ze Jackpot onder haar kreeg. Jackpot was 4. Een jonge combinatie die alles nog moest leren. Een pony met veel karakter en Daphne met heel veel doorzettingsvermogen. Daphne blijft altijd vooruit kijken. Haar karakter is zo dat ze teleurstellingen goed kan verwerken. En doordat ze altijd doorzetten heeft ze bereikt wat ze van 20 gehaald heeft. Het Overijssels kampioenschap springen. En ik ben super trots op ze. Dit moet ik jullie dus nog echt even laten zien. Mijn kampioenschap. Ik ben Jari Kalshoven en dit is Binky. En samen zijn we in totaal 4 keer kringkampioen geworden. En daarbij heb ik dit lint gewonnen. En dit jaar ook weer. En toen mocht ik door naar de Overijsselskampioenschappen. En daarbij ben ik ook kampioen geworden. En dit lint heb ik daarbij gewonnen. En toen mocht ik door naar de Nederlands kampioenschappen. En daar ben ik 2e van heel Nederland geworden. Ik ben Marije Kalshoven, ik ben de moeder van Jade. Ik ben zelf altijd heel actief geweest in de paardensport. Ik heb op nationaal niveau dressuur gereden. Daarom kan ik mijn dochter ook coachen richting de dressuur. Ik ben zelfs ook hiervoor ondernemer geweest richting het lesgeven. Dus het is mij niet vreemd om haar verder te coachen. Dit is Skippy en ik heb er nu een halfjaartje. En ik hoop met Skippy veel in de springsport te bereiken. Nu ben ik met haar in het B en in januari heb ik de kringkampioenschap in het B en daarna wil ik graag L met haar starten. Jade die doet liever springen dan dressuur en daarom vind ik het eigenlijk des te specialer dat ze op dit niveau eigenlijk zo hoog heeft gescoord. Dat ze toch heel erg gemotiveerd is geweest om het beste onderuit de kant te halen. En ze hoopt nu met springen ook eens een keertje op het NK terecht te komen met een nieuwe springpony. Ik ben Gwendolyn Krieger, ik ben 13 jaar oud en ik ben dit jaar samen met mijn pony Heidepils Constantijn 2 keer Overijssels kampioen en 2 keer Nederlands kampioen geworden. Ik ben Erika Krieger, ik ben de moeder van Gwendolyn, maar tevens ook de trainster van de combinatie. Ik vind het ontzettend leuk om deze twee samen te trainen. Constantijn is een pony met heel veel talent en ook Gwendolyn gaat verschrikkelijk goed met deze pony. Het is heel erg leuk. We hebben de pony vanaf dat hij 3 jaar oud is. En vanaf dat hij 4 jaar is, brengen we hem uit op concours. Dat is vanaf de eerste pas heel goed gegaan. Ze is meteen het eerste jaar zowel kring, regio als Nederlands kampioen geworden. Als 4-jarige pony. En nu, afgelopen jaar, was ze opnieuw kring, regio en Nederlands kampioen in de L2 dressuur. En inmiddels start de combinatie zelfs al M2 met de punten voor de hoogste klasse. Waarin ze vanaf januari zullen gaan starten. Ja, ontzettend trots op dochter Gwendolyn, die met haar 13 jaar, ja, inmiddels, ik denk een keer of 9 à 10 Overijssels kampioen is geweest. En inmiddels ook al 5 keer Nederlands kampioen. Ik ben Ilona Verleuzen
Ik ben kringkampioen geworden met dressuur en overijsselkampioen. En ik was 12e op de Nederlandse. Dag, ik ben Angelique. Ik ben de coach van Ilona en van Felix natuurlijk. Ilona en Felix die zijn nu een klein jaartje een combinatie. En wij zeggen altijd, de combinatie Felix is haar danspartner. En ze doen het samen heel goed. En Ilona die rijdt heel fanatiek. Eigenlijk wel eens wel soms een beetje te fanatiek, want dan moet alles perfect zijn. Maar ze doet ook hele leuke dingen met Felix. Dan zit ze zonder zadel op hem en dan speelt ze met hem in stal. En daarom heeft ze ook zo'n verschrikkelijke goede band met Felix. Want het is heel belangrijk dat je een goede band met je paard of pony hebt. En Ilona die heeft heel goed gescoord op kampioenschappen. Nou, en van het winter staat de indoorkampioenschap op het programma. Ze heeft afgelopen weekend al de voorselectie 2 keer gewonnen voor de kringkampioenschappen weer. En daarna komen, als ze naar de provinciale kan, als ze dat goed doet, dan gaat ze door naar de Nederlandse. En van het zomer had je natuurlijk ook al tegen de dochter van Ankie van Grunsven gereden. En daar had ze van gewonnen. Dus dat biedt een goed perspectief voor van het winter. En volgend zomer natuurlijk weer, want er is een indoor en een outdoor kampioenschap. Hallo, ik ben Rick van Drielen en ik ben voor de 8e keer Nederlands kampioen timbersports geworden. Nou, bij timbersports is het materiaal eigenlijk een van de belangrijkste dingen. De bijl, we hebben 3 bijldisciplines en ik heb hier een paar voorbeelden liggen. Beginnen we inderdaad met de wedstrijd klaargemaakte bijl. Deze is helemaal kant-en-klaar geslepen. Met name de voorkant is belangrijk. We hakken bij ons populier hout. Daar moeten we zo snel mogelijk doorheen. En gedurende de wedstrijd houden we dat dan scherp met een wetsteen zoals deze. Dat kan heel mooi. Af en toe heb je pech, dan beschadig je de bijl. Nou, dan kan elke houthakker zo'n beetje wel meehuilen met degene die het overkomt. Je ziet ook de mannen helemaal in elkaar krimpen als je dan een raar geluid hoort. Hier is daar een voorbeeld van. Hier is hij beschadigd aan deze kant. Voor velen zal dat een hele kleine beschadiging lijken. Maar dit remt ongeveer 20% van je kracht. Dus de bedoeling is om dat weer te gaan slijpen. Nou, een van de andere onderdelen van timbersport zijn de trekzagen. Of het trekzagen, singlebuck. Is niet mijn favoriete onderdeel, maar toevallig wel de snelste tijd ingehaald. Een nieuw Benelux record. We hebben hier 2 verschillende zagen liggen. 1 M-tooth en 1 pack and raker zaag. De pack and raker zaag, dat is de echte wedstrijdzaag. Zwaar te bedienen. Het is ongeveer 10 kilo die je in 46 centimeter hout heen en weer moet halen. En mijn persoonlijke record die ligt nu zo rond de 11, 12 seconden. Dus het gaat lekker snel. De M-tooth die gebruiken we voor de trainingen. Die is wat zwaarder te bedienen. Daar sta je net weer wat langer mee. Daardoor is de effectiviteit van trainen gewoon veel hoger. En daarbij die is wat goedkoper en makkelijker te onderhouden. Ik heb nooit Nederlands kampioenschap gewonnen hardlopen. Nou, mijn zusje is een hartstikke doorzetter en ze doet het heel goed en wil dit jaar meedoen aan het EK en ik hoop echt dat ze wint. Ik ben Ramon Oost. Ik ben op dit moment regerend Europees kampioen cowboy action shooting. Ik ben vieze wereldkampioen, iets waar ik komend jaar verbetering in hoop te brengen. We gaan weer naar Amerika voor het wereldkampioenschap en ik hoop daar toch dit jaar de eerste plaats te kunnen gaan halen. Cowboy action shooting gaat met wapens en kleding uit het Amerikaanse Wilde Westen. Een Winchester repeteer, zoals die in 1873 ontworpen is, in het kaliber 44-40. Echte loden kogels zoals dat vroeger was. In zwart kruid. Single action army revolvers of peacemakers zoals mensen ze vaak beter kennen. In kaliber 45 long colt zoals het hoort rond die tijd. En een coach gun. Een coach gun was wat een koetsier bij zich had om rovers af te weren. Dat was makkelijk, dat was snel. En dat was met name gewoon bedoeld om
die persoon die die postkoets wou beroven, van je af te kunnen houden. Daar is een sport uit ontstaan. Wij doen dat spelletje op tijd. We zijn er fanatiek in, maar toch ook heel gezellig. Ja, cowboy action shooting wordt in Europa in best veel landen geschoten. Nederland beperkt, maar ongeveer 200 deelnemers. Duitsland ruim 6000 leden, Italië, Frankrijk, Denemarken. Zo zijn er best veel landen in Europa waar dit gedaan wordt. En natuurlijk Amerika, waar de Single Action Shooting Society, de sportbond waar dit onder valt, ruim 100.000 leden heeft en waar dit best een groot sport is. Ik ben Bert van de Velder Kampen. Ik heb deelgenomen aan het EK schieten met de historische wapens in Granada, Spanje. En ik heb daar goud behaald op het onderdeel Koegenruiter O en brons op Combinatie O. Dit is een oud wapen, voorlaadwapen. Een laden moet je stap voor stap. Eerst het kruid, dat zit altijd in die glazen buisjes. Doe het kruid in de loop. Daarna pak je een lapje, een kleine patch. Dan leg je ook de loopmonding. Loden kogeltje, een balletje. Slijm erin met de hamer. En daarna met de pompstok of de laadstok druk je hem op het kruid. Het kruid zit al in de loop. En dan doe je het capje. Dat zorgt voor de ontbranding. Die kun je erop doen. En dan is het wapen klaar om te schieten. De wedstrijden zijn op banen, die zijn eigenlijk altijd buiten, open. Dan heb je te maken met de weersomstandigheden. Spanje was veel zon, veel licht, schaduw, wolken. Soms heb je ook stormregen. Dat gaat dan gewoon doorschieten. En een wedstrijdserie is 13 schoten en daar heb je een half uur de tijd voor. En dan doe je 13 schoten en de beste 10 die tellen. Dus je hebt 3 schoten die mogen afvallen. Ik ben René Mars. 58 jaar al. Ik ben Nederlands kampioen geworden in Deventer, Kollandschaat, met de wedstrijd Kleinkaliber Karabijn. Nou, de aanvang van de wedstrijd, dat is meestal al stressen. Je geweer moet gekeurd worden. Kijk aan genoeg munitie bij je hebt. Er gebeurt wel eens dat ik niet genoeg bij me heb namelijk. Dan heb je een probleem. Ja, en dan begint de wedstrijd begint dan. En ja, als jij dan de eerste 9 op de kaart schiet, ja, dan begint de stress pas echt. Want een normale kampioen die schiet normaal volle bak, gewoon de volle 600. Het maximale puntenaantal wat je eigenlijk kunt halen. En dit jaar ben ik kampioen geworden met 597 punten. En dat is toch eigenlijk, waren die anderen dan ook slecht. Nou, dit is een standaard CZ-karabijn waar ik normaal de wedstrijden mee schiet. Kleinkaliber, grendelgeweer. Enkel schot. Fantastisch. Het is heel rustig om mee te schieten. Het schiet gewoon fantastisch. Eigenlijk volgens mij van oorsprong een jachtgeweertje. Maar goed, voor deze doellijn is hij ook heel geschikt. Mijn naam is Freddy Pruim. Ik ben voorzitter van SV Verdal, de mooie schietvereniging in de gemeente Dalfsen. We hebben een mooie vereniging van meer dan 200 leden met een regionale functie. Onze leden komen niet alleen uit Dalfsen en Zwolle, maar bijvoorbeeld ook uit Steenwijk, Lelystad, Hardenberg, Deventer. He, dus we trekken echt de schutters aan vanuit de wijde omgeving. We hebben hier een mooie accommodatie met een aantal kleinkaliberbanen, een groot aantal luchtbanen en we zijn heel trots op onze 50 meter baan. Hoi, ik ben Nou Huisers en ik ben tweede geworden op het NK Atletiek. Ik was de eerste Nederlander en op het EK Atletiek ben ik 10e geworden. Doei! Bij de cycling leer in het veld, omdat ik dan mijn benen sterker krijg en een betere conditie. Ja! Yeah!
Hey, weet je, ik ben veel sneller dan een elf. Hey, dat hoorde ik. Ik ben Jozef Fokkert. Ik ben tweede van Nederland geworden in mijn debuutjaar bij Modena Cup. Oh ja, ik ben ook nog Rookie of the Year geworden. Dit jaar ga ik nog een jaar Modena rijden en daarnaast ga ik nog internationaal in Italië rijden. En het jaar erop hopen we dat we het in Spaans ook kunnen rijden. In Nederland kan ik niet meer verder ontwikkelen, dus ik moet wel naar het buitenland. Ik ben Ruben Slot, 17 jaar, ik kom uit Dalsen en ik doe aan triathlon. Ik heb afgelopen jaar verschillende wedstrijden gewonnen, bijvoorbeeld in Amsterdam, Zwolle en op Ameland. En ik mocht meedoen aan het WK in Rotterdam. Ik heb afgelopen jaar mijn HAVO gehad op het CSE, dat is een topsportschool in Zwolle. Ik heb nu een tussenjaar en daarin heb ik me volledig focussen op de sport. En komend jaar ga ik een lange afstand triathlon doen. Fietsen is mijn favoriete onderdeel. Vind ik het leukst om te doen. En daar pak ik ook de meeste winst op tijdens de triathlon. Je hebt ook teamcompetities bij triathlon. En hier kom ik in de hoogste competitie uit, de eredivisie voor het team Seberis in Nijmegen. Ja, Ruben heeft een geweldig jaar gehad. 2017 was voor hem het topjaar tot nu toe. Hij vertelt zelf al over de wedstrijden die hij heeft gewonnen. Wat ik zelf wel erg leuk vind is dat hij die niet alleen bij de jeugd, de junioren heeft gewonnen. Maar dat zijn wedstrijden die hij overal heeft gewonnen. Dus van het hele deelnemersveld. Nou, daar is hij natuurlijk hartstikke trots op en dat mag ook. Mijn naam is Grinekriet en met het inhaalskaten heb ik het afgelopen jaar een tweede plaats behaald bij het Nederlands kampioenschap in Heerenveen. Een derde plaats op het Nederlands kampioenschap in Hallem. En een derde plaats behaald in het landelijk klassement over de baan. En ik heb meegedaan met het Europees kampioenschap in Portugal. Ik ben Verrie Pedok. Ik ben sinds 2009 trainer op de skielebaan in Nijenveen. Sinds vorig jaar ben ik trainer geworden van Janita en Galina. Sinds afgelopen seizoen mocht ik de dames proberen een stukje beter te maken. Mijn naam is Janita Willems Krediet. Met het inlineskaten dit jaar heb ik een derde plaats behaald op het Nederlands kampioenschap in Arnhem. Tweede plaats op het Open Nederlands Kampioenschap in Hallem. En heb ik een derde plaats gehaald in de Marathon Cup over 8 wedstrijden. En ben ik van zomer naar het EK geweest in Portugal. Volgend jaar komt er een prachtig toernooi naar Nederland toe. Namelijk het WK Inlineskaten. Dat wordt echt geweldig. De wedstrijden zijn in Arnhem en in Heerde. Dus mocht je tijd hebben en een spectaculaire wedstrijd willen zien, kom zeker kijken. We zijn begin dit jaar, in maart zijn we naar Lanzarote geweest op trainingskamp. Daar hebben we heel wat uurtjes gefietst. Ter voorbereiding op het skielenseizoen van dit jaar. En het seizoen heeft natuurlijk goed begonnen met een overwinning op de Marathon Cup in Oldenbroek. Voor de rest zijn we met z'n allen naar Lagos geweest om de dames aan te moedigen op het EK Marathon. Hou die knieën omhoog, hè?